Tweede Pinksterdag. Schorel is beroemd om het Zandduin, want van heinde en verre komen de jongelui aangezet om daar een hele dag te vertoeven, bier te drinken, meisjes uit te zoeken, jongens uit te zoeken en gewoon een fantastische dag te hebben. Lutke van de Omloop, bezig met het schoonmaken van de beek. Ook al aan de omloop, Dirk Stoel met zijn bakfiets. Volop in bedrijf. Op de achtergrond het huis van Bik. En wie is er bekender in ons dorp dan Dirk Duin? Dirk Snor, de boswachter, hier aan de Duinweg, in volle naad, onderweg, om weer, kennelijk weer een haasje te gaan schieten. Op de achtergrond zien we Honky Tonk. Minstens even bekend in het centrum van Schorel, Jaapie Duinmeijer met zijn vrouw Mijns. Klein huisje vlak bij de rustende jager. Jaapie was bekend van zijn kermis. Jaap had namelijk zelf een zweef en die werd in de goede tijden door het paard getrokken. Maar als het slechter ging, dan moest Jaap het zelf doen.